De bandenspanning speelt een belangrijke rol bij de maximalisatie van de brandstofbesparing, het voorkomen van een vroegtijdige slijtage van de banden en waarborgt het veilig hanteren van uw voertuig. Controleer de spanning van uw banden regelmatig en houd ze op de aanbevolen spanning, zoals aangegeven op het bandenplaatje. Als uw auto is uitgerust met het controlesysteem voor bandenspanning TPMS, geeft dit waarschuwingslampje een geluid aan wanneer de spanning van een band te laag is. Als het lampje knippert, geeft het een defect of storing aan. Of u nu een reserveband heeft of een bandenreparatieset, voor de reparatie van een lekke band moet u eerst op een veilige plek met vlakke ondergrond parkeren en de handrem aantrekken. Zet uw automaat in de stand park of uw handgeschakelde auto in de eerste versnelling. Zet de motor uit en zet de alarmlichten aan. Gebruik een gevarendriehoek als dit wettelijk verplicht is. Raadpleeg vervolgens uw instructieboekje. Vervang de fles na gebruik van de bandenreparatieset of als de aangegeven vervaldatum op de fles is overschreden. Soms moet uw TPMS-systeem worden geïnitialiseerd, bijvoorbeeld wanneer de banden worden omgewisseld of vervangen. Als dit wettelijk is vereist, moeten winterbanden worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de juiste maat gebruikt. Wissel uw banden ook regelmatig om de levensduur te verhogen en ongelijkmatige slijtage te voorkomen. Raadpleeg uw instructieboekje voor meer informatie. We adviseren ook dat u naar uw lokale, geautoriseerde Mazda-reparateur gaat, al uw bandenreparaties.